Welkom bij Do-It-Zelf Ideeën. Vandaag gaan we samen een confetti-kanon maken. Het is heel erg eenvoudig, het gaat heel snel en het is heel leuk op feestjes. Wat heb je nodig voor een zelfgemaakt confetti-kanon? Je hebt papier in verschillende kleurtjes nodig. Ik ga roze, groen en oranje gebruiken. En ik ga ook nog een groter geel vel gebruiken. Dat is zelfklevend papier. Je kan ook gewoon papier nemen en dan lijm gebruiken. Je hebt ook nog een schaar nodig. Dan heb je een rond stukje buis nodig. Dat kan van karton zijn. Dat kan gemaakt zijn van een oud conserveblik of een oude buis. Zolang het maar stevig genoeg is. Je hebt ook plakband nodig en een ballon. Eerst neem je de ballon en je knipt zijn hoedje eraf. Je knipt er dus het stuk af dat het verst van de opening zit. Het moet niet helemaal recht zijn. Dit is goed genoeg. En dan haal je die ballon over de koker. Een oude chipskoker, daar gaat het trouwens ook goed mee. En om ervoor te zorgen dat de ballon niet meer loskomt, gaan we er nog tape omheen doen. Neem dan je zelfklevend papier of het papier waarmee je de rol wil bekleden en een lijmstift. Knip het op maat en plak het over de koker heen. Ik heb het niet heel precies gedaan. Ik kan het ook zo nog in stukjes knippen en dan omslaan. En natuurlijk heb je dan ook confetti nodig. Confetti kan je kopen, maar je kan die ook zelf maken met behulp van een perforator of een tang. Zelfs met een schaar gaat het. Dan kan je stroken van het papier knippen en die stroken dan weer verdelen in kleine stukjes. Een nog makkelijkere manier is gewoon papier in stukken scheuren. Je kan hiervoor gekleurd papier gebruiken, zoals ik nu doe, maar wat eigenlijk nog veel ecologischer is, is om oud papier te gebruiken. Bijvoorbeeld een oude reclamefolder. Die heeft verschillende kleurtjes, je wilt die toch niet meer lezen, dan kan je hem net zo goed in stukjes scheuren. Doe de confetti in je koker en dan kan je beginnen schieten. Je moet dus gewoon aan het slurfje van je ballon trekken en dan vliegt de confetti alle kanten uit. Ik vind het een heel erg cool idee, zeker voor op feestjes. En je kan het zelfs samen maken op dat feestje, dus je hoeft het niet op voorhand te doen. Je kan het met je vrienden en vriendinnen samen maken. Als jullie nog leuke ideeën hebben, bijvoorbeeld voor de confetti, laat die dan zeker achter bij de reacties. Ik denk bijvoorbeeld aan glitterconfetti, kan ook heel cool zijn. Vergeet mijn video niet te liken, een thumbs up te geven dus, als je hem tof vond. En bekijk ook de andere video's op het kanaal. Dit is niet het eerste kanon dat we hebben gemaakt. Vergeet vooral die thumbs up niet. Abonneer je op het kanaal, dan mis je nooit nog een video. Deel je favoriete filmpje met vrienden om samen aan de slag te gaan. En dan hoop ik jullie terug te zien bij een volgend filmpje van Doe-het-zelf-ideeën. Tot dan!